Welkom bij deze video met uitleg over de marktvorm monopolie. En eerst kijken naar kenmerken van een monopolie. Nou, gaan we kijken naar grafieken. Die horen bij een monopolie altijd belangrijk op totaal en op marginaal en gemiddeld niveau. En we sluiten af met het vergelijken van het consumenten- en producentensurplus bij de marktvorm volledige mededinging en monopolie. Nou, kenmerken van een monopolie. Monopolie is eenvoudig, je hebt één aanbieder. De goederen die deze aanbieder aanbiedt, die kunnen heterogeen of homogeen zijn. Dus verschillend van elkaar in de ogen van de consument of hetzelfde. De aard van aanbieding is meestal heterogeen. Transparantie kan wisselend zijn, want ook al is er bijvoorbeeld maar één aanbieder van bijvoorbeeld kraanwater, leidingwater in de regio, het kan ook zijn dat de tariefstructuur niet direct heel overzichtelijk en heel duidelijk is. Toegankelijkheid is soms in principe wel vrij, maar toetreding is eigenlijk altijd moeilijk. En dat komt over het algemeen door de toetredingsbarrières. Die kunnen wettelijk zijn, dat bijvoorbeeld de monopolist een vergunning, een patent heeft, dus als enige het recht heeft om een bepaald product op de markt te brengen. En veel monopolisten die hebben heel hoge investeringen moeten doen om bijvoorbeeld een spoorlijn of een waterleidingnetwerk aan te leggen. Een nieuwe toetreder kan zoiets eigenlijk nooit betalen. En zou dat allemaal wel lukken, dan heb je nog vaak dat de monopolist mogelijke concurrenten heel actief gaat tegenwerken, want die zitten niet te wachten op meer concurrenten in hun branche. Nou, de grafieken dan. Op totaalniveau kunnen we grafieken tekenen over de totale opbrengst, totale winst. En daaruit moet je ook weer kunnen gaan halen wanneer is die totale winst maximaal, wanneer speelt een bedrijf break-even. En voor VWO geldt natuurlijk dat je zelf een kwadratische TO-functie op moet kunnen stellen op basis van die prijsafzetfunctie. Nou, op totaalniveau zien de grafieken er zo uit. Je hebt een kwadratische TO-functie, een bergparabool, een totale kostenfunctie is hier lineair weergegeven en een TW-functie. Totale opbrengsten maximaal, dat is natuurlijk op de top van de TO-functie. Dus hierbij 50 stuks bijvoorbeeld. Totale winst maximaal, dan gaan we naar de totale winstfunctie kijken. De totale winst is maximaal bij 40 stuks. Break-even betekent dat je totale kosten gelijk zijn aan je totale opbrengsten. Dat is hier het geval bij ongeveer 15 en 65 producten. Je kunt het trouwens ook aflezen aan de TW-functie, want als je break-even speelt, moet je totale winst 0 zijn. Dus daar had je hem ook uit kunnen halen. Nou, wat je in opgaves en op het eindexamen meer terug zal zien, zijn grafieken op marginaal en gemiddeld niveau. Laten we daar gewoon eens naar gaan kijken hoe we daar de maximale opbrengst, maximale winst en een break-even punt uit gaan halen. Eerst nog een stukje uitleg over het verloop van een heel belangrijke lijn bij een monopolist. De prijsafzet, de prijsaanbodlijn. Dat is de gemiddelde opbrengstlijn van een monopolist. Bij volledige mededinging hadden we een marktprijs die gold voor alle aanbieders, bijvoorbeeld alle boeren, dus die kennen een horizontale PSGO-MO-lijn. Want als een vaste verkoopprijs en de individuele aanbieder kan die prijs niet beïnvloeden. Monopolist is de enige aanbieder. Hij kan de prijs zelf beïnvloeden en de totale marktvraag, de collectieve vraaglijn, is zijn prijsafzetfunctie. Want iedereen die dat product wil kopen, die komt ook automatisch bij die monopolist terecht. Hij kan dus zelf zijn vraaglijn bepalen, staat hier. Dat klopt eigenlijk niet. Hij kan zelf zijn prijs bepalen en heeft dus veel marktmacht. Grafieken zien er dus zo uit. Dus we zien rechts die dalende blauwe PSGO-lijn. Totale opbrengsten maximaal. Totale opbrengsten maximaal wil, dan gaan we kijken naar de MO-lijn. De marginale opbrengst, de extra opbrengst van één product meer. En
Zolang die extra opbrengst, extra omzet positief is, dan stijgt ook de totale omzet. Dus totale opbrengst maximaal is bij MO is 0. Dus hierbij 50 producten. Totale winst maximaal, daar moet je even een paar stapjes voor zetten. Totale winst is maximaal. In principe groeit je winst zolang MO groter is dan MK. En zolang ik voor een bepaald product meer terugkrijg als dat ik ervoor vraag. Eens even kijken. Dus als we bijvoorbeeld hier gaan kijken. Bij 20 producten, dan levert 1 extra product 12 euro op. En het extra product kost dan 4 euro. Dat is 8 euro extra winst. Dus zolang MO groter is dan MK, ga je door met produceren voor maximale winst. Dus dan wil ook zeggen dat je stopt op het moment dat MO onder de MK gaat. Dus je stopt als MO gelijk is aan MK. Dus totale winst heeft deze monopolist bij een productie van 40 stuks. Dan weet je nog niet wat zijn totale winst is, maar dan ga je kijken welke prijs moet deze monopolist vragen om 40 stuks te verkopen. Dus dan ga je kijken naar zijn prijsafzetlijn, zijn PSGO. Dus bij 40 stuks gaan we dan naar boven en zien we als hij een prijs van 12 euro vraagt, verkoopt hij er precies 40. En dat wil hij ook. Wat is dan zijn winst per product? Nou, zijn gemiddelde opbrengst is 12 bij 40 producten. En bij 40 producten zijn de gemiddelde totale kosten per product 9 euro. Dus bij 40 producten heeft hij een gemiddelde winst van 3 euro per product. En zijn totale winst is dan 3 euro keer die 40 producten is 120 euro. Break-even punten. Vorige bij de op totaalniveau keken we naar TO is TK. En hier ga je op zoek naar de gemiddelde opbrengst is gelijk aan de gemiddelde totale kosten. Dus hier wederom bij ongeveer 15 en 65 producten. Een stukje over de MO-lijn. Als je goed hebt opgelet, dan zie je eigenlijk, kijk nog maar eens terug, naar de MO-lijn, de zwaartelijn is van de PSGO-lijn. Hij begint bij de verticale as, bij de y-as even, op hetzelfde punt als de PSGO-lijn. En die snijdt dan de horizontale as, eigenlijk halverwege de oorsprong en het snijpunt van de PSGO-lijn met die horizontale as. En je moet hem op VWO overigens ook kunnen bepalen door de afgeleide te nemen van de TO-functie. Hier is nog een afbeelding die ingaat op het elastisch deel en het inelastisch deel van de ondernemingsvraag. Maar die laat ook zien dat de MO-lijn hier duidelijk de zwaartelijn is van de PSGO-lijn. En natuurlijk als je die grafiek op totaal en gemiddeld marginaal niveau precies boven de K zet in dezelfde schaal, dan zie je ook dat alles weer mooi overeenstemt. Slaat ze nog een stukje over het welvaartsverlies, dus het consumenten- en producentensurplus bij een monopolie. Monopolisten zijn de enige aanbieder. Als enige aanbieder, omdat klanten geen alternatief hebben, accepteren ze vaak nog wel wat problemen, want ze kunnen in principe niet weg. En dat kan een nadeel zijn dat de kwaliteit, de serviceverlening, wat minder is bij een monopolist, omdat hij minder die druk van concurrentie voelt. Dus monopoliemacht zou kunnen leiden tot kwalitatieve tekortkomingen. Het leidt sowieso tot een hogere prijs en daarmee een kleinere aangeboden hoeveelheid. En die laatste twee zaken die leiden daadwerkelijk tot een stukje welvaartsverlies. Ja, het totale surplus is altijd consumentensurplus en producentensurplus opgeteld. En dat laat zien hoeveel beter consumenten en producenten af zijn na hun onderlinge transacties. Consumentensurplus was ook alweer het verschil tussen de betalingsbereidheid en de marktprijs. En producentensurplus het verschil tussen de marginale kosten en de marktprijs. In een situatie met volledige mededinging zou het consumenten- en producentensurplus er zo uitzien bij een evenwichtsprijs van 150 euro. Nou, als dit nou een monopolist was, dan was de collectieve vraaglijn is zijn PSGO-lijn geworden.
monopolist streeft over het algemeen naar maximale winst. Dus die zou gaan zitten, die zou gaan kijken wanneer is MO gelijk aan MK. Dat is bij een hoeveelheid van 200. En dan zou je ook een prijs van 200 euro moeten gaan vragen. Dus er wordt minder verkocht. In plaats van 300 in de situatie links wordt er nog maar 200 verkocht. En de prijs is een stuk hoger geworden. Dus het totale surplus, totale surplus van consumenten en producenten samen, dat zal gaan dalen. En dat noemen we een stukje welvaartsverlies door het monopolie. Ik hoop dat deze uitleg duidelijk is geweest. Ga vooral aan de slag met opdrachten hiermee. Het rekenwerk, het zelf doen. En wellicht dan een andere keer.